Hallo YouTube, bij een hele korte tutorial voor Unity 3D. Ik had een tutorial gemaakt over mijn heel script, maar ik heb gezien dat daar een bug in zit. Mijn excuses, maar die moeten we dus wel fixen. Oké, dit is wat we hebben. Oh, ik heb 1 AB, yeah. Maar ik ga even de bug fixen. Hier moet je even niet op letten, dat is iets voor de nieuwe tutorial. Wat ik wil gaan maken. En sorry dat het zo lang duurt. Maar dat komt omdat ik weinig tijd had en zo. En voor school moet ik al heel veel dingen doen. Even het script. Je moet even het script weer openen. PlayerHealth.cs. Waar blijft mijn mono developer? Oh, daar is hij. Oké. Void start. Ik had iets fout gedaan. Even kijken waar mijn fout zit. Is spawn healed. Max healed, spawn healed. Oh ja, hier. Current healed is max healed. Maar current healed moet spawn healed zijn. Even kijken of het klopt. Void start. If spawn healed lager is dan max healed. Spawn healed. Oh nee, kleiner is dan max healed, want dat klopt ook niet. Oh ja, spawn healed groter is dan max healed. Dan spawn healed is max healed en current healed is spawn healed. Even kijken of ik nog meer fouten heb gedaan. Else. Oh ja, deze moet ook. Wacht, deze moet spawn healed zijn. Deze mag wel max healed zijn. Ja, ik laat die gewoon ook op spawn heal, dat is ook makkelijker. Dat is beter eigenlijk. Er zit eigenlijk niet veel verschil in, maar ja. Is spawn heal lager of is 0, dan spawn heal is 1. Max heal is lager. Eigenlijk is het beter als we deze even boven deze zetten. Zo. Oké, dat was een kleine, korte video, maar dan is deze bug gefixt, want het is niet fijn als dit gebugd is. Bedankt voor het kijken en ik ga nu even kijken of ik een nieuwe tutorial kan maken over het menu. Oké. Veel succes en vragen of problemen, plaats in de reacties. En als je aardig bent en je wil meer tutorials, abonneer dan meteen. Oké, bedankt voor het kijken.